Joella ineens heel erg tegendraads, vond ik. Die moet je eigenlijk gewoon even wat blaadjes en die snel hak je daar en doe je erbij. Dit gewoon alles? Nee, niet alles. Gewoon de blaadjes, niet de takjes. De ja, blaadjes. Dat begrijp ik ook nog wel, maar ik bedoel... Maar waarom zeg je dan dit alles? Ja, die blaadjes allemaal. Nou ja, laat me maar gewoon met rust, want... Wat? Ik heb hier geen tijd voor, man. Ze begint in de kapel, de tweede les van chef-kok Ron Blauw. En dan van maken? Ja, ik ga het afmaken, beloofd. Nou, hij was wel top. Voor ze begonnen, keek ze me even in de ogen aan en ze zei ik blijf erbij, dus die voelden het wel. Ron laat de jongeren vandaag fresh spring rolls maken. Hij doet ze één keer voor hoe ze alle groenten moeten snijden, de rijstebladeren moeten weken en alles samen met garnalen moeten inrollen. Ze werken in tweetallen, maar maken elk een eigen portie. Ik wil dat jullie met elkaar praten, ik wil dat jullie elkaar aankijken, ik wil dat jullie elkaar coachen. En dat is precies waar het de vorige keer tussen Tatanka en Marvin misging. Tatanka heeft niet veel kookervaring en blokkeert ook nu weer bij het lezen van de instructies. Pluk de kruiden van harde stelen af. Bro, ik kook nooit. Hij mag er wel afbeeldingen bij gaan doen. Nou, om even goed uitleggen wat ik moet doen. Dit is precies wat de vorige keer ook fout ging. Het staat dan ook echt als in, doe de groenten in een bakje. Er staat niet bij wat voor groenten. Ja, dan. Maar zoveel irritatie als daardoor ontstond met Marvin, zo eensgezind is Kilian met haar. Echt een pleurisatieve, zeg ik wel. Het wordt alleen maar erger sinds ik hier ben. Wat? Huh? Ik haat gewoon koken. Ja, ik ook. Ja, ik ging er een beetje met tegenzin in. Want de vorige keer vond ik het afschuwelijk eigenlijk, gewoon koken. Maar ik vond nu, het ging op goed. Ook de samenwerking met de kanker ging gewoon goed. Maar kan je helemaal niet koken of... Ik maak wel een spaghetti. Wat voor... Of wraps of zo. Ik heb gewoon een ex-vriendje. En die maakt gewoon altijd eten. Maar je hebt nog nooit voor hem gekookt? Nee. Wordt wel tijd een keer, toch? Het wordt echt een keer tijd. Dus ga je dit maken voor hem? Ja. Ze was superleuk bezig en echt heel vrolijk en heel enthousiast. Eva is weer een beetje wakker en lekker bezig. Ondanks dat ze als enige alleen staat te koken. Ja, ik weet niet waar Chess is. Maar ik vind het ook niet erg om met mijn eentje te werken, nee? Hoor. Vind ik alleen maar fijner. Oké. Okay. Als het eindresultaat net zo goed is als de laatste keer. Ja. Dan, laat maar zien. Chess zit nog steeds in gesprek met Lucia. En die komt terug op de boksessie voor het weekend. Waarbij zij het gevoel had dat Chess zich niet liet gaan. Het is niet van niet willen, maar ik heb nu al mijn antwoord. Dat geloof ik niet. Ja, niet volledig natuurlijk, maar ik zie mijn vader vandaag. Misschien moet ik het vandaag doen. Chess nam zich na het gesprek dus wel voor om met haar vader te gaan praten. Maar heeft het nog niet gedaan. Ik heb hem al gesproken, maar niet like that. Ik heb hem ook niet meer gezien en... Ja, ik moet gewoon even kijken wanneer ik hem weer zie dan. Ja. Wat kom je halen in Dream School? Om mezelf gewoon bloot te stellen. Vandaar dat ik ook gewoon mijn verhaal deed in die schrijversles, zeg maar. Ik ben een beetje opgelucht of zo vandaag. Chess is zelf erg blij met haar openheid in de afgelopen les. Maar Lucia is nog niet helemaal overtuigd. Ze filtert, dit is oké, want hier ben ik meester over. En dan mag het daglicht zien. En als het een beetje messy is... Nee, komt het er niet doorheen? Dan wil ik even zitplaats met jou verplaatsen. Ja? En dan ben ik jou. Ik ben twee keer te laat gekomen. Ik ga een beetje controle hier en daar. Ik doe het mijn manier. Wat heb ik nou nodig? Wat zou jij mij nou zeggen? Nou, doe je best tijdens de lessen? Eigenlijk niet. Waarom niet? Eigenlijk ben ik bang om gezien te worden. Omdat ik eigenlijk... Als ik mijn masker afdoe, dat ik de controle verlies. Welke masker? Nou, dat ik het allemaal voor elkaar heb, dat ik het eigenlijk allemaal weet. Nou, ik zie geen masker. Jij ziet niet dat ik twee derde van mijn gezicht verschuil achter mijn haar. Dat zie jij niet. Misschien kan ik wel zo overkomen. Snap die indruk snap krijg ik wel. Ja, snap ik. Mag ik je even verzoek doen? Ja, tuurlijk. Kun je na ons gesprek je haar een staartje doen? Nee. Ik vind gewoon, wat betreft mijn uiterlijk en dergelijke, daar hoef je niet mee te bemoeien, zeg maar. Je had nog steeds controle, hè? Nee, ja, nee, dit is heel wat anders. Dit is echt heel wat anders. Het is echt niet anders? Nee, dit is echt heel wat anders. Jij moet het eerst begrijpen voordat je pas de richting volgt. Ja, dat kan je op die manier denken. Het is jammer weer dit, vind ik. Omdat ik één ding niet wil doen, is het gelijk... Het is niet één ding. En je wil niet, je komt niet op tijd, omdat je komt wanneer je wilt. En weet ik veel, what the fuck. Maar dat is het niet eens. Chess, je doet nog steeds hetzelfde, hè? En je kunt er een heel verhaal achter maken. Vind ik niet. Maar jij bepaalt wat er gaat gebeuren.
Vind ik niet. Nee, dat alleen al. Jij bepaalt. Ik kan jou niet coachen. Is goed. Tuurlijk wil ik me laten helpen. Alleen, ik geef ook gewoon wat mijn grenzen zijn. En die moeten ook gerespecteerd worden. En ja, wat dat betreft ben ik gewoon heel duidelijk. Kan ik gaan? Misschien. Oké. Okay. In de kookles valt chef-kok Ron intussen van de ene verbazing in de andere. Maar dit, kun je dit wel eten? Wat, denk je dat ik iets ga maken wat je niet kan eten? Nee, maar dat ziet er niet uit alsof je het kan eten. Je hebt het toch net gezien wat ik deed? Het lijkt eerder op plastic. Ze vindt het allemaal eng. Proef het alle drie. Garnaal, dat eet ik niet. Of je eet toch niet blaadjes? Je gaat toch geen blaadjes eten? Zo niet. Dat klinkt toch ook munthee of niet? Nee. Ja, wat moet ik daarvan zeggen? Een keer moeilijk, kan ik die strot in douwen? Ja, dan moet dit wel mint zijn. Het is wel sterk, hè? Mm-hmm. Kan je gewoon binnen tandpasta van maken? Ja, ja. Peper. Peper wat? Pepermunt. Oh ja. Oh. Wat me vooral verbaast is dat ze sommigen gewoon niet weten als er prei staat wat de prei is. Of als er mint staat wat de mint is. Dat is wel erg eigenlijk. Hey, ik ga niks proeven, man. Als ik het niet lust, dan lust ik het niet. Ik heb er ook echt geen zin in, gewoon. Kutopdracht. Oké, jullie hebben nog 10 minuutjes. Ik zou dus echt geen kok kunnen zijn. Ik zou helemaal gek worden van die druk en zo. Hoezo? Ik zal gewoon koken wat ik kan, vriend. Donder op. Knappend. Gewoon daghapje, weet je toch? Sam en Joella die begonnen heel goed. En Joella werd ineens heel erg tegendraads, vond ik. Die moet je eigenlijk gewoon even wat blaadjes en die snel hak je daar en doe je erbij. Dit gewoon alles? Nee, niet alles. Gewoon de blaadjes, niet de takjes. De ja, blaadjes. Dat begrijp ik ook nog wel, maar ik bedoel... Maar waarom zeg je dan dit alles? Ja, die blaadjes allemaal. Nee, laat me maar gewoon met rust, want... Wat? Ik heb hier geen tijd voor, man. Ja, gaat hij me verschutten van jou? Niet die takken. Nee, dat begrijp ik zelf ook wel. En ja, dan ben ik er ook gewoon klaar mee dat hij mij zo behandelt. Gaat hij tegen me praten alsof ik een of andere daap ben? Dit alles bedoel ik toch, die bladeren, daap. Begrijp zelf ook wel dat die takken er niet doorheen moet doen. Joelle, doe rustig, kill. Joelle werd af en toe een beetje geïrriteerd, maar ik vind dat op zich ook wel grappig. Bro, eigenlijk moet ik gewoon puur voor de haat gewoon die takken erin doen. Stik er maar in. Joelle kan zelfs op een peen boos worden. Eerlijk? Ja, schatje. Ik ga het ook gewoon fucked up snijden, gewoon. Bekijk het maar. Boos op dit en boos op dat, boos op de hele wereld. En dat maakt dat ze gewoon niet instapt tijdens lessen. Ga je lekker, schat? Ja, die man irriteert mijn hoofd, man. Ik denk dat ze gewoon een keer moet accepteren dat iemand bepaalt wat er gebeurt. Dat zij het uitvoert en dat ze daarna gewoon reflecteren op wat heeft het mij gebracht. Als ik wil zeggen, dit alles, denk ik dat ik die tak bedoel. Nee, toch? Nee. Maar dat reflecteren op wat heeft mij gebracht, dat vindt niet plaats. Want ze stapt voortijdig uit met een hele dikke nee. Ja, en als je met een nee start, dan eindig je ook met een nee. Oh, die takken niet. Kankerdag. Begrijp mijn kut ook nog wel. Kut koken. Ik vond het echt verschrikkelijk. Oké, tijd is om. Ja, ik ben trots. Ze zien er goed uit. Ja, toch? Ja, hè? Joelle wil niets proeven van haar kookkunsten. Maar is haar ergernissen dit keer toch snel vergeten? Want de zon schijnt en ze kan een balletje trappen met Lucia en wat klasgenoten. Het was vrij eigenlijk.